Wat is hier vannacht gebeurd? We zijn vannacht gealarmeerd voor een brand bij Rodepa Plastics aan de Jarenstraat in Hengelo. Daar bleek brand te zijn in een machine. En die machine heeft de brand veroorzaakt in de afzuiging en daardoor een dakbrand. Op dit moment brandt het alleen nog op het dak. En we zijn aan het inzetten om uitbreiding te voorkomen naar het naastgelegen compartiment. Er is opgeschaald naar grip 1. Waarom? Ja, dat klopt. Is inmiddels ook weer afgeschaald. Grip 1 betekent dat we gecoördineerd overleg hebben met alle hulpverlenersinstanties. En we hebben weer afgeschaald omdat de rook aanzienlijk minder werd en de gripsituatie niet meer nodig was. Er was een hevige rookontwikkeling richting een wijk hierachter. Wat is daarmee gebeurd? Ja, dat klopt. Dus inderdaad sprake geweest van veel rook. We hebben metingen verricht in het benedenwindsgebied, dat betekent inderdaad in de woonwijk. We hebben daar geen verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen waargenomen. We hebben wel gevraagd aan de mensen om in ieder geval uit de rook te blijven. Rook is nooit gezond. Het personeel heeft in eerste instantie geprobeerd om zelf een bluspoging te ondernemen. Daarbij hebben ze wat rook ingeademd. En we hebben door de ambulancepersoneel de mensen laten controleren. En ze maken het allemaal goed, gelukkig. We zijn nog niet brandmeester, dat betekent de vlammen zijn er wel af op dit moment. En we gaan nu proberen een stoplijn te creëren op het dak, zodat de brand zich niet verder uit kan breiden naar de rest van het pad.